Hallo mensen, leuk dat jullie kijken. Hier is hij dan, de veelbelovende video met meer informatie over de speerpunt die ik gevonden heb. Wat kan ik jullie hierover vertellen? Nou, afgelopen woensdag is dus een archeoloog bij mij langs geweest. Die heeft mij veel informatie kunnen geven over de vondst. Zo heeft hij verteld dat hij dateert vanuit 250 voor Christus. Tot 400 jaar na Christus. Waarom is dit tijdsverloop nou zo groot? Nou, een speerpunt was eigenlijk meteen al een goede uitvinding. Dus daar zit verder geen ontwikkeling in. Wanneer iets natuurlijk langer en verbeterd moest worden, dan kan er een betere datum aan gehangen worden. Maar dat is in dit geval dus niet zo. Dus vandaar dat dat zo breed uitgemeten wordt. Maar we kunnen dus in ieder geval praten over een voorwerp wat op zijn minst 1600 jaar oud is, tot een maximum van plus minus 2250 jaar oud. Hoe bijzonder is dat, dat je zo'n vondst doet? Deze speerpunt is dus of gebruikt voor de jacht, of als wapen, of als gereedschap. Er kan wel een precieze datering aan gehangen worden als ik het hout wat in de steel zit laat onderzoeken. Door middel van C14 koolstofherkenning. Met die methode kunnen ze tot 60.000 jaar terug een datering vaststellen. Maar dat is een prijzig onderzoek, dus daar moet ik nog even stevig over nadenken. Hier laat ik de foto's zien die de archeoloog heeft vastgelegd. Dit is de speerpunt in zijn geheel. Hier zie je een foto van de achterkant, waar het hout nog in zit. En hier nog een aantal foto's met wat details. Verder heb ik nog een ring gevonden. Ik zie hier de foto's. Hij heeft enkele kenmerken wat kan duiden op toch een oude vondst. Dus, maar vooralsnog is hij nu vastgesteld op een niet hele oude vondst. In ieder geval de periode tussen 1500 en 1945. Maar dit wordt nog nader uitgezocht. Hier krijg ik nog bericht over. Nou, dit alles is vastgelegd door het PAN, gedocumenteerd. Dus altijd nog terug te vinden. Dus we hebben weer een stukje historie vastgelegd. Dit was hem voor vandaag. Vonden jullie dit een leuke video, leerzaam? Laat even een blauw duimpje achter. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie bij de volgende video.